Mixon Sean, meer bekend als Saya, juichte toe dat president Santokki de vluchten tussen Haiti en Suriname tot nader order heeft aangehouden. Saya zegt dat hij de regering alle ruimte wil geven om zaken op orde te stellen. De autohandelaar zei dit vandaag op een persconferentie over zijn betrokkenheid bij chartervluchten tussen Haiti en Suriname. Saya zegt dat hij niet met mensensmokkel bezig is, zoals gesteld wordt in de samenleving. Maar ik was dat ik in media dat maar hier is smokkel, dat maar dat ik nog hoor ik aan niveau, maar twee weken om onderzoek werken even naar smokkel. Dat maar breed, dat dat ik je was sabi werken even naar smokkel, maar leg van de man, mij hier is smokkel nu nog ja. Mij zei die abrek voor kom, dat in media dat ik nog, sorry maar dat is niet waar er. Ik de zander, de idealen. Saya zegt dat hij alles met betrekking tot het vervoeren van Haitianen naar Suriname onder toezicht van de autoriteiten doet. Het is dus onmogelijk dat hij met smokkelpraktijken bezig is. Alles is goed, normaal, lefango. En je garandeert dat die andere mensen smokkelen? Dat is bijna 3 miljoen procent. Als je 1 miljoen van dan mag je 4 miljoen procent. Dat smokkelen naar de andere. Saya geeft aan dat hij geen mensensmokkelaar is en hij alles doet in het belang van de Surinaamse en de Haitiaanse gemeenschap. Mensensmokkel is een term die wordt gebruikt voor het onwettig en georganiseerd smokkelen van mensen over internationale grenzen. Het is dus strafbaar.